allemaal, welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik ben zoals altijd weer lekker opgestaan. Ik heb dat vorige keer trouwens niet laten zien. Ik slaap aan de andere kant van het bed. Normaal slaap ik met mijn hoofd aan die kant en nu slaap ik hier. Ik heb het lekker omgewisseld, dus ik slaap lekker bij de New York muur. Maar ik ben inmiddels als wakker aangekleed. Het wordt vandaag 30 graden en ik heb gelukkig maar een halve dag. Dus ik heb aan dit mouwloze topje. Deze komt volgens mij bij de H&M vandaan. Deze halve broek komt bij de C&A vandaan. En dan mijn bootschoentjes. Ik wilde slippers aandoen, maar ik dacht, ik denk dat ik het toch wat fijner vind om dat niet te doen. En te kiezen voor de schoentjes. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb ook heel licht opgemaakt. Ik heb een oogschaduwkleur op dit keer. Wat mascara en wat op mijn lippen, that's it. Maar heel licht en heel weinig. Ik ga zo lekker naar school toe. Want dat moet natuurlijk. Hopelijk gaat onze mentor de lessen die we de rest van de dag hebben ook uit laten vallen. Dat betekent dat we alleen haar les hebben. Dat zou heel fijn zijn, maar als dat niet zo mocht zijn, dan is dat natuurlijk ook logisch. Ik doe vandaag niet mijn gewone bril op. Ik doe trouwens mijn zonnebril vandaag op. En ik ga niet elke keer lopen wisselen, dus ik doe het vandaag zonnebril. En ja, met enigszins ook wel met bril, want ik heb natuurlijk mijn zonnebril. Maar dan ga ik niet mee in de klas zitten. Dus we gaan zien hoe het vandaag allemaal gaat lopen. Ik ga naar school. Dat is het eerste wat ik nu ga doen. Ik ben thuis. Oh my god, eindelijk. Ik ben thuis. Ik heb vanmiddag even geluncht met mijn opa en oma. En ik ben een beetje verbrand. Ja, als dat alles is. We hebben lekker buiten gezeten vandaag, merendeel. En het is alweer dinsdag. Ik ben aangekleed. Bed is niet opgemaakt. Ik laat mijn bed lekker open liggen. Kan het lekker luchten. Tas ingepakt. Ik ben aangekleed. Ik heb dit topje aan van als het goed is C&A. De broek is ook van de C&A. Het is een blauwe baggy spijkerbroek. En ik heb mijn slippers aan. Die doe ik overigens niet aan. Ik doe mijn bootschoentjes aan. Maar ik wil zo meteen bij de... Of de H&M. Of de Van Haren of de... Moment, ik trek gelijk mijn schoen aan. Of de Bristol. Even voor nog een paar van deze schoentjes kijken. Want ik begin te merken, omdat ik er elke dag loop, dat die zolters gaan loslaten. Dus ik wil even kijken voor nog een paar. Deze komen daar overigens niet vandaan. Deze komen bij Bonprix vandaan. Maar ik wil heel graag nog wel eens een paar. Dus dat ga ik zo ook even doen. En waarschijnlijk ga ik dan ook even gaan of langs de kruis voor mijn lipolie. Want ik wil echt geen lipstick of dat soort dingen op mijn lippen. Maar ik wil ze wel vettig houden. En ja, dat is alles wat ik nu ga doen. Ik ga mijn eten pakken en mijn drinken pakken. En dan ga ik naar de winkels en daarna ga ik door naar school. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ben weer wakker, opgestaan. En ik ben heel even rustig aan het zitten nu. Want ik werd net in één keer niet lekker, waarschijnlijk door de warmte. Ik ben wel natuurlijk aangekleed. Ik heb dit shirtje aan met een zwarte legging en mijn nieuwe schoenen. Ik heb gisteren nieuwe schoenen gehad van mijn moeder. Ik heb ze niet zelf verkocht gehad. En ik vind ze heel erg leuk. Dus die heb ik gehad. En aan. Don't you know, it is getting hard.
Ja, bijna. Dat betekent inderdaad, ik moet er zo vandoor. Juist, daar zijn we. Mijn pa is vandaag jarig, zoals je misschien net hebt kunnen zien. Ik heb hem wakker gemaakt, ik heb de cadeautjes gegeven. Ik heb me daarna inmiddels lekker aangekleed. Ik heb dit zwarte topje aan van de Action. Maar dit is geen normaal topje, dit is een sporttopje. Kijk, de achterkant heeft een kruisband op terug. Alleen maar BH-band komt er net wel, net niet boven. Dus ik vind het goed, zodra hij er echt onderuit had gekomen, had ik hem niet aangedaan naar school. En ik heb mijn blauwe lange broek aan, maar die heb ik een beetje opgerold. En ik heb mijn sneakers aan. Dus ik ga naar school toe. Ik doe mijn zonnebril zo lekker op, want het zonnetje schijnt absoluut wel buiten. En we zitten vandaag tot 3:15, een hele lange dag. We gaan zien hoe het gaat lopen. Ik hoop wel dat we heel snel toch wel eerder stiekem naar huis mogen. We gaan het zien. Goedemorgen allemaal. Ik ben inmiddels al wakker. Het is vrijdag. Dat betekent de laatste dag voor deze weekvlog. En ik zal even draaien. Ik ben mijn haar een beetje aan het fixen. Ik ben namelijk gisteren naar de kapper geweest. Dus het zit allemaal lekker rommelig. Ik krijg het zelf nooit zo erg voor elkaar dit. Maar jawel. Dus in ieder geval goedemorgen. Ik heb dit gele shirtje, lange shirtje aan van de... Volgens mij komt deze bij de New Yorker vandaan. Deze flubber lange broek en mijn sneakers. Tas ingepakt. Ik heb net de allereerste aflevering van Escape the Night gezien. En oh my god, zo goed. Dus wat ik ga doen is elke keer als een aflevering van Escape the Night is, zet ik die in het middenstuk van de video. En wauw. Zo vet. Gewoon echt. Wauw. Ik ga in ieder geval nu wel naar school. Ik ga even eten pakken, drinken pakken. En dan ga ik de deur uit. En dan gaan we zien hoe het vandaag gaat lopen. We zijn vandaag tot 3:15. Heel misschien nog wel wat eerder. Het zou heel fijn zijn. En ja, we gaan het allemaal zien. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval zie ik jullie vanmiddag. En de camera is leeg. Goed allemaal. Ik ben dus midden weer thuis. De camera is leeg.